Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Ja, beste kijkers, een bijzondere uitzending, live in de lucht vanuit onze studio. En wel ter gelegenheid van de 150ste geboortedag van de historicus Huizinga. En wij hebben komende twee dagen het boek van Huizinga tot het centrale uitgangspunt gemaakt van onze gedachtenwisseling, de homo ludens, de spelende mens. En daar zullen wij twee dagen lang met elkaar over van gedachten wisselen. En we hebben de aftrap hedenavond vanuit de studio van De Nieuwe Wereld. Natuurlijk waren wij zo vriendelijk om die ruimte te bieden. Overigens ben ik zelf een van de mede-organisatoren van dit symposium. Dus dat lijntje was heel kort. En wij sponsoren ook het evenement samen met Connected World aan de VU, de Maatschappij van de Nederlandse Letterkunde, de Erasmus Universiteit en de Filosofische School of het Filosofie Fonds. Goed, dat gezegd hebbende, wij gaan hier aan tafel met elkaar van gedachten wisselen over de betekenis van de homo ludens, ook voor deze tijd. We kijken niet alleen maar naar het verleden, maar ook naar de toekomst. En dat doe ik met de mede-organisatoren van dit evenement. En eigenlijk op alle drie op verschillende wijzen ook betrokken op dat werk van Huizinga. In de eerste plaats Sandra Meeuwse, sportfilosoof, verbonden aan de Erasmus Universiteit. Sebastiaan Krul, strateeg en onderzoeker bij Freedom Lab en tevens promovendus. En last but not least, Leon Hansen, cultuurhistoricus, auteur en ook Huizinga-kenner. Ik ga beginnen met jou, Leon. Je hebt veel over Huizinga geschreven, ook een dikke biografie. Hoe zou jij de homo ludens eigenlijk situeren binnen dat werk van Huizinga? Ja, de homo ludens kent een lange aanloop naar het jaar 1938, in december 1938. Eigenlijk een mensenleven geleden dat het boek verschenen is. 84 jaar geleden. Maar het kent een lange voorgeschiedenis. Als we nagaan dat het proefschrift van Huizinga was eigenlijk een Sanskriet onderwerp. Huizinga heeft een heel brede, heeft ook weliswaar Nederlandse taal- en letterkunde gestudeerd in Groningen, maar dat was destijds een zeer, zeer brede opleiding, waar we nu nauwelijks enig besef nog van kunnen hebben. Ja, dat had je toen, hè? Hoeveel vakken, dat ging van Oud-Noors tot Sanskriet, et cetera, et cetera. En heel veel geschiedenis zat erin. Je kon ook destijds niet zomaar geschiedenis studeren. Je moest Nederlandse taal- en letterkunde gaan studeren. Dus geschiedenis bestond nog niet als een aparte opleiding. Maar Huizinga is gepromoveerd op een Sanskriet onderwerp over de rol van de Vidushaka in het Indisch toneel. En de Vidushaka was een soort hofnar, een komische figuur in het Indisch toneel. En daarin komt natuurlijk de rol van het spel en het proefschrift al aan de orde. Wij kennen Huizinga natuurlijk allemaal van zijn herfsttijder middeleeuwen. Ja. Hij was eerst tot 1914 was hij hoogleraar in Groningen. Hij was al op jonge leeftijd was hij in Groningen tot hoogleraar benoemd in de geschiedenis. In 1915 werd hij hoogleraar in Leiden. En dit is vooral hier in Leiden dat hij boek dat hem wereldberoemd heeft gemaakt, Herfsttijd der Middeleeuwen, heeft gerealiseerd. En in het herfsttijd der middeleeuwen zie je eigenlijk al dat er heel veel aandacht is aan fenomenen van het spel in die laat-middeleeuwse cultuur. Maar het is wel opmerkelijk dat het spel niet een integrale rol nog in de cultuur vervult zoals hij die later in de homo ludens aan het spel toebedeelt. Maar in de herfsttijd zie je dat het spel eigenlijk meer een soort versiering is van het leven. Dus de manier van de late middeleeuwers om het leven, zal ik nu maar een beetje huis- en keukentaal zeggen, om het leven leuk te maken. Dus het is eigenlijk een decoratie van het harde bestaan.
Vijf jaar later, 1924, komt Huizinga met zijn biografie van Erasmus, ook een wereldberoemd geworden boek. Hij heeft het geschreven op verzoek van een Amerikaan. Dit is eerst in het Engels verschenen. Lof der zotheid van Erasmus. Dus zeg maar daar, dat moet voor Huizinga toch wel heel sterk tot de verbeelding hebben gespreken. Die rol van de zotheid en zeg maar de manier waarop Erasmus met het motief van die zotheid en eigenlijk voortdurend zeg maar, die bal laten rollen zodanig dat je op een gegeven moment nauwelijks meer weet van hoe zit het nu eigenlijk? Is dit nu ernst of is dit gewoon het principe van de zotheid dat hier actief is? In 1933, Huizinga is dan rector aan de universiteit in Leiden, spreekt hij zijn rectorale rede uit over de rol van ernst en spel in de cultuur. En dat is eigenlijk al de aanloop naar de Homo Ludens van 1938. Dus je ziet dat er allerlei momenten zijn in het onderzoek van Huizinga, dat hij met spel bezig is. Maar zeg maar, die heel fundamentele rol die het krijgt als een kernmotief van onze cultuur, dat is pas in de Homo Ludens in 1938. Het is niet toevallig dat dit evenement nu organiseren, want de Homo Ludens verscheen in 1938, in het begin van de maand december. Kijk, ja, zo dus dat is ook echt een jubileum. Zo is de cirkel rond. Nou, we gaan dadelijk ook nog even, we gaan nog uitvoerig in op de zeggingskracht van het werk. Maar we hebben zo'n eerste situering. Sandra, jij bent sportfilosoof. Ja. Ook jij hebt een bijdrage komende dagen. Wat brengt jou bij Huizinga? Heeft hij nog iets te melden aan een sportfilosoof deze dagen? Ja, ik denk nog steeds wel. Je zou kunnen zeggen dat de Homo Ludens als het ware de major is binnen het discours wat sportfilosofie is gaan heten. En ik ben zelf sinds... Nou, zo belangrijk? Zo belangrijk. Dus eigenlijk wordt elke vorm van conceptualiseren verbonden aan het spelbegrip. En daarin zitten allerlei lagen. Hè? Dus laten we zeggen de zuivere receptie van de Homo Ludens. Daar zou je een behoorlijk kritische noot in kunnen kraken. Als ik kijk naar Nederland, het Nederlandstalig gebied. Dan heeft de receptie van Homo Ludens in de sportwetenschap en sportfilosofie plaatsgevonden in de jaren 60, 70. En daarin is Homo Ludens opgenomen als een soort ideaal typisch beeld. Dus sport zou vooral spel moeten zijn. Maar het waren natuurlijk al de jaren waarin de sport tot op zekere hoogte geprofessionaliseerd raakte. Ja. Dus discussie tussen amateurs en professionals. Daar refereert Huizinga zelf ook daar, al aan natuurlijk. Exact. En die nam in alle hevigheid toe. Hè? Dus ook de Olympische Spelen begonnen onder druk te staan van een stukje commercialiteit. En je ziet eigenlijk in Nederland dat, laten we zeggen, de sportfilosofie nadrukkelijk ook een wat christelijke signatuur heeft gehad in het dat begin. Dat had met de zuilensamenleving ook te maken waarschijnlijk. Ongetwijfeld, ja, zeker. En al die sportverenigingen die nog verbonden waren met die levensbeschouwing. Ja. En het gedachtegoed hè, wat prevaleerde, waarin sport omarmd werd als een vormende praktijk. Hè? En daarin werd in de Homo Ludens vooral het spelbegrip eruit gehaald en niet de kritische noten over de moderne sport. Ja. En gemeenschapsvormende praktijk, hè? Want dat is natuurlijk ook heel opvallend. Exact. En ik wist niet dat het binnen de zuilen dus zo'n rol had gespeeld, maar dat kun je vanuit die achtergrond eigenlijk nog wel goed voorstellen. Ja, extreem. En wat dan weer bijzonder is, is dat, laten we zeggen, in de Anglo-Saxische landen en met name de Verenigde Staten, waar natuurlijk sport ook een vlucht heeft genomen, een andere vlucht dan in Europa, veel sneller richting professionalisering en schaalvergroting. En commercialisering. Daar is een andere mastodont over spel gaan denken. En dat is de Canadese sportfilosoof Bernard Suits. En zijn klassieker, The Grasshopper, tracht ook te komen tot een... andere associaties in Nederland. Exact, tracht ook tot een definitie te komen van het spel. En dat wordt game playing.
En je ziet daar een stap richting formaliseren. En wanneer, wanneer is dat? Dit is jaren 70. Dat is jaren 70. Kijk, want Huizinga schrijft het natuurlijk in de jaren 30. Exact. Maar dus je ziet een voorloper dus. Ja, je ziet een soort genealogie vanuit de Homo Ludens. En dan een periode waarin niet heel veel nieuws komt. En dan komt Soets in de jaren 70. En die beide denkers beïnvloeden nog steeds de definitie van sport. Maar vanuit een soort platonisch ideaal. Ja. Het zou sport zou spel moeten zijn. En langzamerhand in deze eeuw zie je steeds meer besef, eigenlijk een ideologiekritiek, dat het niet zo is en dat er veel teloor is gegaan. Ja, nou, daar gaan we het dadelijk ook nog over hebben. Eerst naar Sebastiaan. Sebastiaan, jij hebt een aantal jaren geleden ook een scriptie geschreven, ja, waarin Huizinga's spelbepaling eigenlijk min of meer toch een soort vertrekpunt vormt, ja, op verschillende manieren, waarin je eigenlijk centrale ideeën van hem opneemt, maar ook filosofisch verder probeert te doordenken. Ja. En wat maakte nou voor jou dat niet eens een echte filosoof, hè, wat voor werk is het? Het is eigenlijk wat Leon al zegt, het is heel hybride ook. Hè? Ja. Maar er zit zonder meer een filosofische porté. Ik kan er als filosoof goed mee uitdrukken, inderdaad. Nou, ik denk, het is natuurlijk een tijdloos boek. Ik denk als je gewoon zijn eerste hoofdstuk leest waarin hij dat spel gaat beschrijven, dan kan je meteen nog getroffen worden. En ik denk, voor mij had het dus met een aantal zaken te maken. Mijn achtergrond van mijn onderzoek is dat niet vooruit. Nee. Dus ben afgestudeerd is eigenlijk worstelen. Dus hier op de Nieuwe Wereld ook al een belangrijk thema met processen van mechanisering, virtualisering, modernisering in de samenleving. En nu kan je enerzijds dat natuurlijk, zeker cultuurfilosofisch, snel de neiging om dat te gaan bekritiseren, dat te gaan openbaren. En er gaat iets mis in de samenleving, dat kan je ook blootleggen. Maar de vraag blijft natuurlijk wel, wat ga je er tegenover zetten? En dat was voor mij inderdaad ook proberen dat aan de hand. Ik heb ook de sport toen uiteindelijk als uitgangspunt genomen van, we zien ook in de sport dat bepaalde processen van digitalisering of de techniek een steeds belangrijke rol kan krijgen in die sport en dan kan er iets misgaan. Maar dan moet je er dus wel een begrip tegenover zetten van, wat is dan wel die sport? Toch die een soort ideaal typische beschrijving. Een ideaal type beschrijving. En dan komt hij, misschien kan ik hem even bijpakken. Hij komt eigenlijk in die eerste pagina komt hij natuurlijk al met een geweldige definiëring voordat hij eigenlijk naar zijn spel toe gaat. Ja, en dan zegt hij eigenlijk hier al, in het spel speelt iets mee wat buiten de onmiddellijke zucht tot levensbehoud uitgaat en in de handeling in zin legt. En dat is eigenlijk mijn vertrekpunt geworden, want dat is eigenlijk de speelzin waarop je dan vervolgens ook richting de Homo Ludens gaat. Ja. Waarop je dat gaat baseren. En ik vind dat heel krachtig, want ook als je vraagt naar mensen, waarom sport je nou? Dan krijg je heel vaak natuurlijk onmiddellijk een reden, een hele goede reden vaak ook, omwille van de gezondheid. Of omwille van je wilt fitter worden. Of omwille om stress eigenlijk te ontladen of het ware. Van ik heb het nodig in de werkcultuur. Maar tegelijkertijd blijft er natuurlijk een surplus over. Maar je speelt toch ook, of je sport ook, omwille van het sporten zelf. En dat trof ik eigenlijk bij Huizinga zo prachtig aangegeven. Die ook bent ook echt een sportman. Hè? Ik ben ook echt een sportman. Ja, ja. En ik dan vooral dat spelelement van de sport eigenlijk. En dat ideaaltype gaat hij dan waanzinnig. Ja, en dan is dus eigenlijk, als je dat toch filosofisch zou benoemen, een hele belangrijk aspect is natuurlijk de fenomenologie. Hij wil dat die ervaring van dat sporten wil hij zelf, of van het spel zelf als uitgangspunt nemen. Ja, en dat beschrijft hij dan zo prachtig. En daar kan je dan natuurlijk ook als filosoof alle kanten mee op. Ja, heel goed. Ik zeg, jij bent een sportman, maar dat geldt natuurlijk voor Sandra ook. Je hebt dat ook op heel hoog niveau gedaan. En je bent nog steeds zeer actief, volgens mij. Ja, als liefhebber. Dus eigenlijk weer meer het spel. Maar wel redelijk serieus. We zitten op Strava. Ja. Dus, want deed jij nou de triathlon? Of Ik ben in de atletiek begonnen en later doorgegaan in de triathlon. Ja, dat is natuurlijk niet gering. En jij bent een wielrenner, hè, Leon? Gravel rider. Oké. En ik doe ook een hardlopen. Kijk. Maar niet in wedstrijdverband. Nee, dat, maar goed. Ik zie het inderdaad ook, het is mooi dat je dat vertelt, hè, als een vorm van het spel. Dus het is eigenlijk een autonoom iets, dat spelen. Ja. Zodra je in beweging komt, ga je spelen en dat doet je ook bewegen. Hè. Dus het is eigenlijk meer dan dat. Je gaat niet een spel doen, maar als je eenmaal met het spel begint, speelt het spel ook met jou.
Dus het is met fietsen is het letterlijk zo. Als je eenmaal trapt, dan heb je beweging. Ja, ja. Dan rol je al. Ja. Sebastian wees er al even op. Je pakt het op, die speelzin. Maar eigenlijk zet hij op die eerste pagina al een concept van spel neer, waarin hij meteen, je zou kunnen zeggen, zich keert tegen een soort biologistische opvatting. Ja. En waarmee je al een ruimte creëert van, laten we zeggen, ook wat we later ook cultuur kunnen noemen, maar het geldt zelfs voor de dieren. Ja. Ja. Waarin de interactie met anderen, met de wereld, niet louter vanuit het biologische begrepen kan worden, maar daar gebeurt iets. En dat is een voor hem een heel belangrijk vertrekpunt. Dat wordt zo zwaar dat hij inderdaad de cultuur en het eigenlijk bijna de bron van cultuur in dat spel situeert. Ja. Hè? Nou, niet bijna. Dat is, nou ja, het spel dat gaat eigenlijk vooraf. Dat zegt hij, het gaat vooraf aan alles. Ja. En, maar je hebt helemaal gelijk, hè, waar hij zich tegen keert, is die utilitaristische benadering. Ja. Hè, van die dingen moeten nut hebben, die moeten een functie hebben. Terwijl het spel een functie in zichzelf heeft. Dus dat kun je niet herleiden naar iets anders. Nee. Dus je gaat het doen en je bevindt je erin. Ik moest zelf denken ook, toen ik dit weer las, aan een frase van Spengler uit de Untergang des Abendlandes, waarin die spreekt over cultuur in ihre zwekloze erhabenheid. Ja. Dus de doelloze. Hij is natuurlijk ook erg met Spengler in de weer geweest. Hele ambivalente verhouding daartoe. Enerzijds adorerend, anderzijds zwaar bekritiserend. Ja. Heel dubbel. Ja. Maar je merkt wel overeenkomsten. Leon, jij bent niet alleen als historicus bezig met Huizinga. Hij betekent voor jou ook echt iemand die je de ogen opent voor, laten we zeggen, hedendaagse vraagstukken. Hoe kun jij die homo ludens eigenlijk op het heden toepassen? Je zei iets over jezelf, maar hoe kan dat werk nog spreken vandaag de dag? Nou, ik denk de fascinatie van de homo ludens, die gaat terug natuurlijk tot de hele periode van het modernisme. Het begint eigenlijk met Hegel, hè? Dus die het tijdperk van de arbeid ziet aflossen door het tijdperk van het spel. Dus in die zin dat op een gegeven moment de mensheid heeft de natuur overwonnen. En er zijn allemaal apparaten en machines die kunnen het werk voor ons laten doen. Wij hoeven ons eigenlijk niet meer onledig te houden met arbeid. En dan treedt de mensheid in een soort paradijselijke toestand. Ik chargeer nu overigens enorm. Ja, paradijselijke ik geef je de vrije loop. Een soort paradijselijke toestand. En dat is, dan kan de mens eigenlijk zich overgeven aan de ware aard van het mens zijn. En dat is het spelen. En je ziet dat in de jaren 1920, bijvoorbeeld bij heel veel cultuurdragers uit die tijd, de hele beweging van de stijl gaat eigenlijk uit van dat idee van dat de mensheid op een gegeven moment in een heel andere situatie komt en dat de kunst eigenlijk deelachtig wordt aan de grote massa. En het spelbegrip is daarin heel bazaal. En ik denk dat Huizinga, zonder overigens die hele filosofie van het modernisme te omarmen, en zonder ook Hegel hier specifiek te noemen, maar toch wel in dat licht moet worden gezien van dat hij eigenlijk met een heel revolutionaire boodschap komt op dat moment, hè, dat de mensheid, zeker in die periode van het interbellum, in principe wel iets anders aan het hoofd heeft dan spel. Nou, je moet denken aan de economische crisis, je hebt de politieke crisis, de opkomst van allerlei extremisme. Het boek is eigenlijk verschenen aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog. En dan komt Huizinga met het boek over het spel. Ja. En hoe belangrijk het spel in onze cultuur is. Dat gaf mensen natuurlijk wel aan één kant een enorme bevrijdend gevoel van hoop. Oh, daar gaat het eigenlijk om. Het gaat eigenlijk niet om zeg maar het harde, de strijd om het bestaan, om iets heel anders. En dat sluit heel sterk aan bij die droom van het modernisme. Die droom van het modernisme wordt in de jaren 60, en dat is eigenlijk het moment dat Huizinga echt wordt ontdekt. Ja.
Je ziet dat de Franse surrealisten, er is eigenlijk heel weinig bekend, maar André Breton, Caillois, ja. Het zijn allemaal mensen uit het surrealisme, die pakken Huizinga op en die zien dat echt als een revolutionair boek. In Nederland heb je natuurlijk de grote kunstenaar Constant Nieuwenhuis, Simon Vinkenoogen, en die zijn allemaal verliefd op het homo ludens begrip van Huizinga. En tegelijkertijd zie je ook wel dat er dan nog een soort kritische blik wordt geworpen op Huizinga. Dat men ook wel ziet van Huizinga moet ook wel op bepaalde punten worden bijgesteld. Maar vanaf dat moment is Huizinga een klassieker. En is Huizinga überhaupt bij alle mensen die zich met spel bezighouden. Hedendaagse cultuur met gaming natuurlijk, is Huizinga een godfather. Ja, nou ja, Sandra refereert daar ook al even aan. Toch is het merkwaardige van het boek dat hij tegelijkertijd ook in zijn analyse van de cultuur, al die onderdelen die hij beschrijft, onder andere ook nog krijg, de kriek, de oorlog, spel en krijg, maar ook of het gaat om de wijsbegeerte, om het gaat over kunst, ook zijn kunstkritiek, de ontwikkeling die hij ziet, de 18e, 19e naar de 20e eeuw. Nou, is niet bepaald positief. Hij ziet eigenlijk hoe het spel in toenemende mate onder druk komt. Dat die moderniteit eigenlijk wat het spel betreft eigenlijk een hele destructieve uitwerking heeft. Dus hebben ze het ook gebruikt om laten we zeggen, als een cultuurkritisch boek, als iets waarin een soort een nieuwe weg zouden kunnen inslaan, bijvoorbeeld bij Simon Vinkenoogen of zo? Die cultuurkritische notie hebben ze eigenlijk eruit gezeefd. Ja? Ja. Het is natuurlijk toch heel duidelijk. Het is een beetje een paradox bij Huizinga. Als je ervan uitgaat dat spel de motor is van de cultuur, hoe kan het dan zijn dat vanaf het midden van de 19e eeuw opeens dat spel een tegenkracht ontwikkelt? En Huizinga noemt dat, brengt het onder de noemer van de ernst. En hij zegt, de hele cultuur wordt dan ernstig. En die ernst die wordt zo groot, zo'n krachtige factor, dat het spel eigenlijk in een geminimaliseerd wordt. Die notie hebben de surrealisten niet meegenomen. Dus die hebben eigenlijk alleen maar dat utopische moment in de homo ludens aanwezig is, hebben zij opgepakt. En dat cultuurkritische moment, zelfs een beetje apocalyptisch is. Absoluut. Hier en daar. Ja, het is hebben bijna ze niet soort, meegenomen. Daar moet ik overigens een kanttekening bij maken. Het is paradoxaal. Aan de andere kant zie je dat mensen die zich met Huizinga en de homo ludens bezighouden, maar ook met zijn cultuurkritische geschriften, dat die op basis daarvan Huizinga geneigd zijn om Huizinga weg te zetten als een beetje een conservatieve bourgeois. Want jij vraagt van wat hebben zij gedaan met die cultuurkritische notie? Je ziet eigenlijk dat die boodschap van Huizinga in de westerse cultuur veel minder wordt opgepakt dan daarbuiten. Bijvoorbeeld collega's van mij uit Zuid-Afrika, die zeiden van jullie lezen Huizinga ook heel eenzijdig. Ja. Want vanuit ons perspectief is die eigenlijk, wat betreft die cultuurkritiek, die dominante rol van de economie, techniek, het verlies van contact met de natuur, de hele verwoesting, natuurverlies, dat zijn voor ons eigenlijk heel belangrijke ideeën en noties waar wij voortdurend voor vechten. En daar is Huizinga voor ons juist heel progressief. Ja. Maar dat is dus zo, wij moeten daar nog steeds, denk ik, ook hier in het Westen mee in balans komen. Ik zou je graag bij willen aansluiten. Hè? Dus dat de receptie van de homo ludens, in mijn geval in die sportfilosofie, daar zie je heel nadrukkelijk ook het wegvallen van die cultuurkritische noot. Dus bijvoorbeeld de wijze waarop Constant, eigenlijk vanuit een soort bevrijdingsideologie, de homo ludens heeft geduid, is niet opgenomen in de sportfilosofie. Dat is blijven steken, vind ik, in een soort christelijke dogmatiek. Ja. En daarin is de homo ludens misbruikt.
in alle eerlijkheid. En we zien nu pas slagen komen van, ja, wacht even, er staat eigenlijk veel meer in. Ja, ja. Wat interessant en relevant is. Maar dat is natuurlijk wel interessant, want we hadden het over de jaren 60. Natuurlijk ja. Sowieso een breekpunt, hè, als je het over onze cultuur hebt. Eigenlijk een omslagpunt. En jij noemde al hè, mensen als Simon Vinkoog, ja, constant. Ja. Dan heb je het nou niet, laten we zeggen, over de meest traditionele kunstenaars. Hè? Nee, dus nee, nee. Ook wel een die tegen de gevestigde orde zich verzetten. Zeker. En ja, daarom herhaal ik even mijn punt van zo even. Kan het dan zijn dat ze dus dat utopische element juist hebben gepakt om in zekere zin hun, ik neem de ludieke actie in de jaren 60. En juist om de ontregeling, het spelelement uit te spelen tegen, laten we zeggen, de strenge burgerlijkheid, de brave burgerlijkheid, het ordentelijke leven dat fantasieloos, dat geen verbeelding meer heeft. Ja, zeker. Maar het is ook dan weer meer dan dat. Ja, als je even teruggrijpt weer naar die, wat ik dan nu maar even noem, de droom van het modernisme, dat is eigenlijk ook een proces dat zichzelf realiseert. Ja, dus zij geloofde wel degelijk dat er een soort maatschappelijke beweging was, actief was, die onvermijdelijk daartoe ook moest leiden. Ja. En die ook, zeg maar, de kwaden, die Huizinga, die namen zij ook waren. Dus, zit het marxisme kijk, ook, hè? Vinken nog en Constant, die waren in principe, wat betreft die cultuurkritische noties van Huizinga, waren ze het met hem eens. Mm-hmm. Nou. Want zij waren ook mensen die niet van het nuchtere, van het calculerende brein, maar van de verbeelding. Ja. Dus die waren het in veel opzichten met hem eens. Maar ze dachten dus dat cultuur op dat moment al zo ver was, dat het een onvermijdelijk iets was. En dat die hele generatiekloof die op dat moment natuurlijk heel sterk aanwezig is. Mm-hmm. Dat de afscheid, het einde maken van de cultuur van de vaderen. Mm-hmm. Ja. Dat iets was dat eigenlijk deel uitmaakte van die omslag die eraan kwam. Ja, ja. Sandra, jij merkt net op van ja, er is nu eigenlijk meer aandacht voor, laten we zeggen, die vrij fundamentele cultuurkritiek die ook in het boek zit. Ja. En waarin het spel juist in de verdrukking komt. Ja. Nou, dat is ook een thema wat Sebastiaan in zijn scriptie heeft uitgewerkt. Dus Sebastiaan, hè, dan ga ik weer terug naar Sandra. Ja. Hoe heb jij dat destijds dus in, laten we zeggen, je kritische beschouwing van de ontwikkelingen in de sport? Hoe heb je Huizinga's kritische noot daarin gebruikt? Ik heb hem dus eigenlijk precies omgekeerd gelezen. Dus wel aan de hand van Huizinga gebruiken, omdat daar een spelbegrip in ligt waarmee je juist een kritiek kan leveren op die moderniteit. Maar dat is ook interessant. Dus dat zegt ook iets van een tijd. Dat zou jij ook als historicus herkennen. Niet vanuit de jaren 60, maar meer vanuit een meer een laatmoderne reflectie. Dat is precies wat ik zeg. Dat is een soort nieuwe receptie. Ja, een nieuwe receptie erop komt. Ja. En ik denk dat interessant is om te zijn. Nou, ik denk dat er drie manieren zijn of drie vormen die ik eruit heb gehaald waarmee ik kritiek kan leveren. De eerste is in ieder geval, en ik denk dat dat ook één is, op het moment dat ik vertelde dat ik met spel bezig was, en zeker als ik dat in het bedrijfsleven vertelde, werd dat heel vaak natuurlijk onmiddellijk gelijkgesteld aan kind zijn of zo. Het kind is speels. En dan was het op het moment dat ik dan de kritiek ging leveren op de samenleving, dan was het goed, we moeten inderdaad speels blijven, we moeten niet te volwassen worden. Dat zou je natuurlijk ook dan met filosofen vanuit Rousseau of van Nietzsche, de parabel van Nietzsche uiteindelijk, nog van de kameel naar de leeuw, naar het spelende kind. Of dus Herakleitos, die overigens Huizinga ook nog aanhaalt. Dus er zit dan ergens natuurlijk wel ook sterk dat motief in van de ongebondenheid. Het is scheppend, het is creatief. Dus dat is het eerste motief, hè, en dan tegen de ernst in. Dus die zat er zeker in, maar dat was niet mijn belangrijkste. En ik denk de tweede motief dat je er ook kan uithalen, dat er ook zeker wel in zit, is eigenlijk veel meer de sport als bieldoen. Sport vanuit een karaktersvorming. En dat je daarmee, en daarmee geeft het dus eigenlijk een ingang op eigenlijk de eenzijdigheid van de moderniteit te wijzen. De moderniteit denkt natuurlijk vaak in ieder geval strenge onderscheidingen. Of het gaat in natuur ten opzichte van vrijheid, lichaam ten opzichte van geest. En daar worstelt natuurlijk tijdens de verlichting, worstelt daar ook al filosofen mee. En daarin wordt het spelbegrip dus ook al een belangrijk motief. Ik denk, nou, een hele mooie is natuurlijk, dan is het Schiller met zijn esthetische opvoeding. En dan krijgt het spel eigenlijk die functie om de lichaam en geest op een bepaalde manier weer bij elkaar te brengen. En omdat het natuurlijk destijds ook worstelde van, nou, aan de ene kant zijn we natuurlijke wezens, we hebben die begeerte. Aan de andere kant zijn we rationele wezens en kunnen we dus vrij zijn. Maar tegelijkertijd keken ze om zich heen en zagen ze die vrijheid nog niet gerealiseerd.
En dan kan eigenlijk in dat spel kan je dan natuurlijk in ieder geval een taal vinden, of in ieder geval een begrippenkader of een ontologie, om na te denken hoe die twee altijd bij elkaar betrokken zijn. En dat werd voor mij natuurlijk iets heel krachtigs om mee naar die sportwereld te kijken. Want ja, iedereen weet, je moet niet te lang nadenken als je als voetballer voor het doel staat, dan gaat het mis. Maar tegelijkertijd is het wel degelijk natuurlijk belangrijk om een intelligente voetballer te zijn. Ja, dus het is belangrijk om als het ware met het lichaam te leren denken. En het denken moet als het ware continu afgestemd zijn op het lichaam. En zo kan je natuurlijk met de sportwereld kan je zoiets vinden waarin dat spel natuurlijk in relatie tot karaktervorming, tot uiting wordt. Je moet dat lichaam op een bepaalde manier cultiveren, maar je moet er ook voor zorgen dat die geest eigenlijk permanent in contact blijft met dat lichaam. Dus ja, dat maar, want het is mijn vraag, hè, dus het cultuurkritische aspect. Hè, dus ja. En dan ga ik ook over naar Sandra, maar toch misschien eerst even de start bij jou nog. Op wat voor manier is nu in de moderne sport, of in de, misschien moet ik zeggen wel de postmoderne sport, wie zal het zeggen, of de hypermoderne sport, want het is nog wel weer wat anders geworden dan midden 20e eeuw. En juist ook door die, bijvoorbeeld heel die introductie van technologie die we zien nu in de sportwereld. Hoe is volgens jou die sport ook fundamenteel in haar spelelement, om het Huizinga te spreken, ondermijnd of door die hedendaagse ontwikkelingen? Ja, ik denk, bij mij was daar in ieder geval dus het uitgangspunt. Ja, dat zat bij mij een spanningsveld tussen techniek, als van processen van moderniteit, en spel of sport. Maar nooit kan je natuurlijk de bewering zeggen dat techniek niet tot de sport behoort. Of, hè, dus dat het sport of het spel alleen authentiek is als techniek daar geen rol in gaat. Dus moet je gaan vragen, oké, hoe heeft die technologie of processen van digitalisering die sport en dat spelelement daarvan getransformeerd? En dat hebben we eigenlijk twee kanten op proberen te duiden. Aan de ene kant doordat die sport toch weer op een bepaalde manier te geestelijk wordt. En dat kunnen we denk ik op een bepaalde manier wel intuïtief begrijpen, doordat de sport er eigenlijk weer permanent in al zijn hoedanigheden eigenlijk gaat rekenen. Zowel via die applicatie, om zijn trainingsprogramma eigenlijk te gaan optimaliseren. Maar daardoor eigenlijk weer buiten dat lichaam treedt en eigenlijk kwijtraakt dat hij ook nog gewoon moet spelen. En dan kan eigenlijk weer bezeten raken met het rekenen. Elke calorie moet geteld worden. En dan kan het op dat manier natuurlijk ook het spel bedieren. Maar dat is ook eigenlijk de rationele, doelmatige druk die erin die komt. En die dus inderdaad, want je hoeft niet te gaan zeggen van oké, sporten mag niet nagedacht worden. Maar het gaat natuurlijk wel, blijft dat aardvolle nadenken nog in contact met het lichaam. Of ben je permanent alleen nog maar naar Excel-sheets aan het kijken of je ergens mogelijk nog in je trainingsschema wat kan veranderen om die prestatie te optimaliseren. En aan de andere kant heb ik het ook meer proberen te duiden van hoe juist vanuit de consumptiecultuur en vanuit de verveling die daarin opkomt, er ook steeds meer die behoefte wordt om in de sport jezelf helemaal af te matten. Dus eigenlijk ook weer op een bepaalde manier alleen nog maar naar die prikkel te gaan, om je als het ware weer even die adrenaline-kick te voelen, weer even die endorfine te laten rondgaan. Maar niet meer eigenlijk om tot die building te komen waar sport natuurlijk ook zo goed in staat toe is, als je daadwerkelijk speelt in eigen lichaam. Ja, daar wordt sport een heeft het risico van toch een soort van narcoticum. Nou ja, dan wordt het een verdoofde sporter, noemde ik dat. Ja. Dus ik noem het aan de ene kant de andere kant noem ik dan de rekenende sporter, en de andere noem ik dan de verdoofde sporter. En dan ergens probeer je die dat spel en de spelende sporter daartussenin te plaatsen. Toch maakt dat ook een wezenlijk deel uit van zeg maar, hele spelnotie. Hè? Dat tot het uiterste gaan. Hè? Zeg maar, je krachten beproeven en demonstreren dat je zo erg kunt leiden. Ja. Dat je daarin zo ver kunt gaan. Misschien mag ik nog heel even terug, Ad. Ja. Nou, omdat je het had over dat ondermijnen. Zeg maar, die hele moderne ontwikkeling. Dat het de spelnotie van Huizinga ondermijnt. In het algemeen zie je dat in de kritiek op Huizinga. Met name bij Amerikaanse cultuurwetenschappers, toch wel wordt gezegd dat hij een vrij idealiserende kijk op spel had. En dat je niet dat je eigenlijk toch wel de vraag moet stellen of al deze dingen die wij nu als negatieve ontwikkelingen kenschetsen, die rol van de techniek en ook in de sport bijvoorbeeld, of dat we dat allemaal wegzetten als dingen die contra het spelbegrip van Huizinga zouden werken, maar of je dat eigenlijk ook niet als momenten van een spelende cultuur moet zien. Dus dat je eigenlijk dat hele spelbegrip veel meer moet oprekken dan Huizinga dat heeft gedaan. En het oprekken wil niet zeggen dat je daar een slap iets van gaat maken, maar je er veel genuanceerder naar moet gaan kijken. Ja. Als het inderdaad zo is, als Huizinga zegt dat het spel vooraf gaat dan eigenlijk aan alles,
stelden ze aan God. Mm. En dat pas door te spelen dat mensen een religieus besef gaan krijgen. Ja. Dan moet je zeggen, dat is zo'n primaire, zo'n fundamentele kracht. Dat kan niet zo zijn dat die, als het toevallig dan een stukje techniek wordt, dat het dan geen spel meer is. Dat ja. kan helemaal nee. niet. Dat is nee, ik zou inderdaad jouw pleidooi graag oppakken. Hè? Je pleit eigenlijk voor een veel meer immanente lezing van de Homo Ludens. Ja. Hè? En het werk is ook een antithese. Hè? Want de surrealisten hebben een zekere selectie gepleegd in een meer utopische variant van de Homo Ludens. In diezelfde periode, dus de jaren 30, een denker als Georges Bataille, mm-hmm. die Nietzsche oppakt met zijn volonté de chance. Hmm. Dat element is niet aanwezig in het spelbegrip van Homo Ludens. Leg eens uit. Ja. He, dus laten we zeggen, het meer destructieve karakter van spel en het op het spel zetten van het leven. Mm-hmm. Wat we ook zoeken he, in wat jij beschrijft. He, het ontladen en ook risico nemen en, mm-hmm. en tot voorbij het gaatje gaan mm-hmm. in de sport bijvoorbeeld. Sandra, dat element. Het zit er wel in de Homo Ludens. Ja, het tweegevecht en de krijg. Het zit er wel in. Maar als puntje bij paaltje komt, moffelt Huizinga dat eigenlijk weg. Exact. Ik wil zijn voorbeeld van de potlatch. Zijn voorbeeld van de potlatch. Dus kunnen we nalezen. Waarin hij het heeft over een verbijsterend spel. Ten koste van. En daar pakt hij precies een rand, een grens. Waar ook Calois. Tijdgenoot zich kritisch toe heeft verhouden van hey, daar verwijdert het spelbegrip van Homo Ludens zich van het meer Nietzscheaanse spel. Ja. En dat zie ik ook terug in de sport. Dus ik deel jouw opvatting eerlijk gezegd niet. Ik denk dat wij hunkeren naar dat spel in de sport, maar het is afwezig. Alleen we zien het iedere keer weer opnieuw als een soort motor voor vernieuwing. He, dus urban sport. Wacht even. Die wil ik even begrijpen. Jij zegt we hunkeren naar het spel in de sport, maar het is er niet. Waarom niet? Dus het is er niet in de, laten we zeggen, immanente, laten we zeggen, bijna Dionysische opvatting van spel. Het is er wel in de vormende. En dan is het gereglementeerd in codes en fair play-achtige ongeschreven regels. Maar wij hunkeren juist naar het overschrijden van bepaalde grenzen. Ja, dat was ook wel in het eerste hoofdstuk heeft hij het ook al over. Hè? Die volmaaktheid. Hè? Dat is een hele Apollinische. Hele Apollinische duiding. Exact. Van Platoonse duiding. En die is opgepakt door de sportfilosofie. En zo, bedoel je dat het spel in die zin er niet is in de die sport. Die is er niet. Sterker nog, misschien is een deel van de aantrekkelijkheid van sport ook wel dat hij er niet is. Juist, ja. Die notie van het spel is gesacreerd. En dan gebruik ik even een begrip van Agamemnon. Gebruikt ten gunste van een doelrationaliteit. En daarin is de sport ook een vehikel geworden, helaas. Maar dan zeg je dus dat, laten we zeggen, dit aspect, wat overduidelijk ook bij Huizinga aanwezig is. Zeker, ja. Eigenlijk instrumenteel is ingezet, onder andere, bijna zoals de kunst ook bij Schiller, die opvoedende rol had, veredelend. Het idee van tegen de verwildering van de Franse Revolutie. Zetten we de esthetische erziehung in, de spieltrieb, waardoor die gevoelens eigenlijk nobeler worden. Ja. Zo is eigenlijk langs die lijn in de 20e eeuw, mede onder invloed van Huizinga, een sportfilosofie ontstaan, waarin eigenlijk dat cultuurproject als beschavingsproject is geïncorporeerd. Is geïncorporeerd, en dat is de tragische spanning in de sport. Ja, maar die hunkering blijft. Het zijn wel de meer officiële sporten. Hè? Want er is ook een stroom van sporten. En dat begint ook al aan het begin van de 20e eeuw. Stroom van sporten die juist wel dat gevaar opzoeken. Hè? In Engeland bestaat een hele traditie van mensen in Cambridge, onder die studentensteden, die 's nachts de daken opklommen. De huizen opklommen en over de daken gingen rennen. Oh, dat is leuk in deze decemberdagen. Dat spreekt het te verbeelden. Ja, maar vandaag de dag is dat iets. Hè? Mensen die
in watervallen springen. En die... Nou, dat hele piket toch? Dat is ook die, ja, die stadsacrobatiek eigenlijk. Ja. Hè? Dat is het, ja, heel heftig, ja, om te zien. Beginnen. Maar je ziet het, ook met skateboarden. Ja. Ja. En waanzinnige, eigenlijk gevaarlijke. Heel gevaarlijk. Mensen, als je dat, als je met die mensen spreekt en hoort hoeveel blessures die oplopen, dat is, ja, waanzinnig. Dus je zoekt eigenlijk veel meer dat gevaar op. Ja. Maar ook dat zijn mensen die zich op Huizinga beroepen. Ja, ja, dus het spel biedt steeds de kans om te herbronnen. Ja. Hè, ja. Dus daar zit ook weer het perspectief, zelfs voor de moderne sport. Maar ik denk zoiets als urban sports en frisbee en skateboarden zijn allemaal autonoom ontstane praktijken. Ja. En het bijzondere is dat bijvoorbeeld frisbee toch weer nu de aansluiting zoekt, ja, bij de familie van de Olympische sport. Ja. En dan gaat er direct iets verloren. Ja. Iets van die onmiddellijkheid. Ja. Ja. En skateboarden heeft het gedaan, hebben we allemaal gezien afgelopen, ja, spelen. En daar zit inmiddels alweer een hele kritische reflectie op. Wat gaat er verloren? Er, ja, gaat ook iets oorspronkelijks verloren. Ja. Nee, want juist in die straatcultuur of die straatvorm. Ja. Bedoel, die zien we natuurlijk volop ook op YouTube. Ja. Ja, dat heeft wel een enorme, ja, nou, ja, je noemde het, hè, het eigenlijk grensoverschrijdende, ja, ja, dimensie. Exact. Hè? Ja, exact. Ook al in de aankleding, het rommelige, het bewust eigenlijk grensoverschrijdende, ja, bijna van de truc, van de... De kleding, het dat gedrag, is, dat alles. Is zeg maar buiten, laten we zeggen, de kern van de sport. Hè, dus het institutionele karakter. Ja. In de kern van de sport zien we ook grensoverschrijding. Ja. En, ja, ook dat heeft iets met spel te maken. Ja, daar hebben we ook eerder gesprekken, ja, over gevoerd. Misschien kunnen we daar zo nog even op terugkomen. Ja, ja, dus Sebastiaan. Dus even naar dat aspect. Hè, van zou het kunnen dat wij misschien... Het boek is heel veelzijdig. Hè? Ja. Ik bedoel, het is niet voor niets dat het nog bestaat. Omdat het ook al die, denk ik, die lagen heeft. Hè? Die ambivalenties. Ja. Sandra gaf ook al voorbeelden. Er zit een evident Platoons element in, ja, in het boek. Hè? En dat zie je ook in het eerste hoofdstuk al. Plato komt ook in het 12e hoofdstuk weer terug. Ik zal er in mijn eigen bijdrage zal ik ook juist, laten we zeggen, naar het niet-Platoons element gaan. Maar dus, zou het kunnen dat, ook wanneer jij in die kritiek, hè, op die technologisering van die sport, dat we wellicht ook iets idealiseren omtrent het spel van vroeger? Ja, dat ongetwijfeld. Geeft natuurlijk op een gegeven moment ook aan dat je de club hoort bij het spel zoals de hoed ook bij het hoofd hoort. En dus dat het verenigingsleven, het spel is altijd stichtend, het verbindt en het creëert dat verenigingsleven. En daarin kan het in ieder geval een culturele praktijk tot bloei maken. Veel breder natuurlijk dan sport, die in en door het spel zich kan ontvouwen. En daar zit natuurlijk inderdaad heel erg sterk dit Apollinische ideaal in. Maar ja, daar zie je wel de zuidersamenleving, hè? met de katholieke, ja, voetbalvereniging. Ja, en dat verenigingsleven hebben we natuurlijk nog steeds wel wat dat betreft. Het is natuurlijk niet, ik denk dat mijn kritiek is natuurlijk opgekomen ook vanuit het idee dat ik denk dat die transgressie en die elementen van de sport tegenwoordig de bovenhand hebben. Mm-hmm. Beoefen, ja, zelf CrossFit, nou dat is denk ik wel een mooi voorbeeld daarvan. Ja. Voor het inderdaad, terwijl Huizinga zit nog veel meer natuurlijk in de dingen wat dan weer op andere manieren de flow wordt genoemd. Mm-hmm. Van hoe kunnen we eigenlijk in een optimale zijnservaring terechtkomen waarin je precies een prettige tegenstellingen die bij elkaar komen. Dus het is zowel die inspanning, maar die inspanning is gericht op ontspanning, zegt hij vaak, mm-hmm, ook. En dat kennen we dan, dat wat is eigenlijk die sweet spot van al die spelervaringen, van het piano spelen tot het hardlopen, tot een berg beklimmen, waarin je die ruimte en die tijd vervloeien gaat, waarin je eigenlijk opgaat in die betovering. Mm-hmm. En daar zitten ze inderdaad een beetje een romantisering in van die perfecte harmonie. Maar nog steeds denk ik dat dat wel inspiratie kan bieden om ook een tegenwicht te bieden tegen die andere elementen. Ja. Niet om te zeggen dat die zelfoverwinning, die zelfkastijding, die zelfpijniging ook niet bij de sport hoort. Mm-hmm. Want dat zijn ook prachtige elementen. Dat vinden we ook prachtig om het aan te schouwen natuurlijk. Dat is ook iets waarom we van de sport houden. En die zelfoverwinning is ook iets wat wij zelf prettig vinden. Maar tegelijkertijd denk ik, zeker als het om samenleving breed niveau gaat, omdat we ook zien dat dat heel snel pervers kan worden of mis kan gaan, dat eigenlijk dat beeldingsideaal nog steeds extreem belangrijk kan zijn. Misschien toch, Sandra. Jaren geleden was ik gefascineerd door de film The Fight Club. Hm.
Ja. Heb je hem gezien? Ja, ik ken hem. Ja. Lijkt me toch in de lijn van Huizinga. Je ziet duidelijk dat daar een soort groepsvorming plaatsvindt. Het is een en al transgressie, zou ik bijna zeggen. Ja. Ja. Het is ook gemeenschap. Dat is, het is ook gemeenschap. Een negatieve gemeenschap. Ja, ik vroeg me wel af, en dan zet ik hem weer even tegen jou in. Kijk, voor Huizinga heeft die sport natuurlijk ook die, of dat spel, ook die cultuurstichtende rol. Mm-hmm. En hoe verhoudt zich nou dat idee van, laten we zeggen, transgressie, mm-hmm. Als inherent in het spel of in de à la Bataille en Nietzsche. Ja. Want het is natuurlijk ook heel populair geworden na Nietzsche. Hoe verhoudt zich nou dat tot die gedachte van, kan een cultuur daarin gaan gedijen? Kan die daar opbloeien? Of heeft het altijd ook iets, toch ook iets parasitairs? Iets wat aan een rand, waarin de transgressie alleen maar mogelijk is omdat die orde er is. Als je begrijpt wat ik bedoel. Ja, nou ja, het is een beetje een schizoïde relatie. He, dus mm-hmm. je ziet ook nu, hè, we beleven het WK voetbal, waarin natuurlijk heel veel plaatsvindt, heel veel discussie is over het bestaansrecht. Hè, eigenlijk van het discours wat is ontstaan. Ja. Versus, ja, de, nou ja, er zijn talloze uitingen van politieke activisme geweest. Ook dat is een vorm van transgressie. Mm-hmm. Om die praktijk open te breken. En eigenlijk weer naar een stuk oorspronkelijkheid te gaan. Alleen het enige wat daarin ontbreekt, zou ik willen zeggen, hè, ten opzichte van een Nietzscheaans, Bataillaans besef van transgressie, is het offer. Het offer in sacrale zin bestaat niet in de sport. Ja, we doen heel veel om een mooie prestatie te bereiken. Hè? En dan heeft het op dat moment, in het moment suprem, heeft het een bindend effect in het stadion. Of aan de finishlijn, of als jij de top van de Alpe d'Huez bereikt. Maar het vervliegt onmiddellijk. Waardoor eigenlijk die sport ook inderdaad parasiteert op onze behoefte en hunkering naar iedere keer opnieuw die collectieve ervaring. Het is wel de fan die een offer brengt. Welk offer? Nou ja, fan van Ajax. En elk jaar weet je weer dat het misgaat. Ah, ja. Dat is de leiders weg. Ja, dat is een weinig risicovol offer. Ja, nee. Nou ja. Ja, dus, ja, maar ik probeer iets... kijk, wanneer je kijkt naar Pindaris en de ode, de Olympische ode, dan zie ik die cultuurstichting. Mm. Hè? Dat bedoel, die speler komt terug in de stad, wordt het blijft herinnerd, de muze. Hè? Zeg je nou dat element eigenlijk afwezig is? Verloren gegaan. Is natuurlijk verloren. Maar dat is toch ook wat Huizinga beweert? Ja, dus we moeten terug naar Huizinga om de sport te herbronnen. Okay. Vanuit dit besef. He, dat er dus iets wezenlijks verloren is gegaan. Hè? Dat citaat wat jij brengt is daarin denk ik juist heel erg onthullend. He, de speelzin is gesacreerd. He, en, maar we vinden hem ook weer terug in allerlei initiatieven. Hè? Ik wil er nog één noemen. Maar hij is gesacreerd, hij is geofferd, die speelzin. Ja, hij is geofferd. En daardoor is het offer afwezig. Dat is het paradoxale. Exact. Hè? Dus we hebben iets opgeofferd. Ja. En in die geëxploiteerd. Maar zeg je dan, want dat is toch de teneur in het boek ook. Dat hij zegt, ja, dus die commercialisering en die mechanisering, maar vooral ook die commercialisering. Ja. Die berooft eigenlijk dus die sport van zijn zijn belangrijkste verhevenheid. Bron. Ja, exact. En daar zit een tragiek in die we natuurlijk elke dag ervaren. Maar ja, het is ook weer de bron, hè, de zucht naar het hervinden daarvan, houdt de sport draaiende. Hè, als je kijkt naar de politieke discussie rondom het WK, die is verstomd zodra het spelletje begint. Nou ja, want dat was toch ook precies een van de dingen van al die politieke statements en de Duitsers zus. Ja. Van ja, jongens, gaan we gewoon voetballen. Ja, en daarin wordt dus opnieuw onze speelzin en het verlangen daarnaar gesacreerd. Hè, dus we zijn allemaal weer bereid om de agenda schoon te vegen en te kijken naar die wedstrijden. Ja, ja, maar wat zou daar dan, kun je daar enigszins een richting, wat zou dat inhouden? Bijvoorbeeld ten aanzien van zo'n WK?
Nou ja, goed, kijk, dan kom je in een hele andere discussie over, laten we zeggen, hoe die sterilisering een hand kan worden toegeroepen. En dat is bijvoorbeeld door veel kleinschaliger te gaan organiseren. En zoals ik het zie, is dat proces ook gaande. Vanwege de maatschappelijke druk. Hè? En de discussie die we nu hebben gehad is heel veel pittiger dan rond het WK in Argentinië. En heel veel breder maatschappelijk dan toen. Hè, er is al een proces van herbronnen gaande. Okay. Alleen het gaat niet zonder slag of stoot. Ja, ja. We hebben in het wielrennen, omdat je het daarover had, in het wielrennen zag je op een gegeven moment een hele ontwikkeling van dat gravel riden inderdaad. Hè. Zeg maar letterlijk terug naar de natuur. Ja. En het fietsen, het wielrennen terug de natuur inbrengen. En dat is een ontwikkeling die zich in de atletiek ook heeft voorgedaan. Ja. Hè, met trail running. Ja. Dus ook in de natuur. En liefst zoals de rauwe natuur. Ja. Ja. Oorspronkelijk een beetje dat er ook een pastorale gedachte zit. Dat je zelf je banden moet plakken. Zo. Ja, zeker. Dat was bij de eerste Tour de France, toch? Bikepacking. En het is allemaal geweldig. Maar aan de andere kant zie je bij al deze ontwikkelingen dat dat heel snel opgepakt wordt door de sportindustrie. Zeker. En dat de evenementen die aanvankelijk nog echt zo'n idee hadden van lekker rond een kampvuur 's avonds zitten en in de open lucht overnachten, dat het eigenlijk helemaal wordt geïnstitutionaliseerd door mensen die dit soort evenementen organiseren. Zeker. En dat je dan eigenlijk om je daaraan te onttrekken moet zeggen van ook daar doe ik niet meer aan mee. Dus ik heb dat allemaal heel letterlijk zo meegemaakt dat je toen bijvoorbeeld ook die traillopen werden georganiseerd. En dat is nu begin jaren 2010. Mm. Dat nog helemaal spontaan ging en ergens op een marktplein in een gemeente in de Ardennen kwam je. Je wist nog zelfs helemaal niet waar de start was. Je kon de auto aan het plein parkeren en iemand floot op zijn mond en huppakee op zijn vingers en je ging van start. Mm-hmm. Maar nu is het allemaal zo aangepakt dat het evenementen van 3 dagen zijn en je moet je auto een half uur verder weg parkeren. En je hoort op een gegeven moment al, daar is het. Dus je kan zeggen, en dat zie je natuurlijk op allerlei domeinen. Dat zou tegencultuur, neem de punk in de jaren 70. Ja. Die was nog niet ontstaan of hij werd al geïncorporeerd. Ja. Ja. Het werd met Vivienne Westwood, die modeontwerpster. Voor je het weet werd het gewoon uitgerold. Nirvana. Dat is natuurlijk die het overigens zelf ook uitschreeuwt. Hè? Een teenage, wat zegt hij ook wel? Een anemic royalty. Ja. Eigenlijk je kon de punk leren bij CNA kopen. Dat is... Dus die totalisering van dat economisch-technische, dat is nou eenmaal de dominante cultuur waarin we zitten. Je ziet wel dat er tegenbewegingen zijn. Zelfs al in reactie ook op de toeslagenaffaire hoorde je plotseling mensen weer over de menselijke maat. Hè? Soort normen en waarden. Initiatieven waarbij men zegt van eigenlijk is die natiestaat of die globalisering, dat is eigenlijk voorbij waar we naartoe gaan. Er zijn veel meer weer lokale gemeenschappen. Zo kun je misschien ook naar dat skateboarden kijken. Ja. Tegelijkertijd lijkt dat ook ten opzichte van de powers de machten die nu eenmaal zijn. Ja, lijkt het dan ook iets marginaals? Mm-hmm. Ik bedoel, dat past natuurlijk in die Franse traditie en de marges, maar dan zie ik niet meer die cultuurscheppende functie zozeer. Je moet ook niet al deze dingen zomaar van tafel vegen, hè? Want het is zo oud als de mensheid is. Als er iets spontaan zich voordoet, dan zie je meteen partijen die daar handel in zien en die dat ook voor commercialiseren. Dat is niet iets van de hedendaagse tijd. En ik denk dat je dat ook eigenlijk moet incorporeren in het hele spelbegrip. Hè? Dat zich dit ook voordoet en dat er, zoals jij ook zegt, er ook altijd weer bewegingen zijn die zich daar los van maken en die een tegenmelodie laten horen.
En om nou te zeggen dat alles wat er in de moderne tijd gebeurt, dat dat niet goed is. Het is wel zo dat je van huizing, het is een mooi woord van Bertolt Brecht, die zegt van, je kunt beter bij het verkeerde nieuwe aanknopen dan bij het goede oude. De huizingen hadden een beetje de neiging inderdaad om het goede oude te blijven. Bij het verkeerde nieuwe, maar om het nieuwe meteen per definitie als het verkeerde aan te duiden, daar kom je niet heel ver mee. Wat daarin ook natuurlijk gewoon heel belangrijk is, wat is er in die digitale leefwereld opgekomen als ongeveer de belangrijkste zijnswijze, dat is gamen. Ja, dus daar gaan we het eigenlijk ook nog uitvoerig over hebben. De andere dagen over dat heel gamen. Goed. Dus dat is natuurlijk ook hier nog niet aan geraakt. Maar dat is natuurlijk dan een prachtig voorbeeld. Omdat die worstelt met dezelfde gespletenheid. Of niet, gewoon spagaat. Er komt tegelijkertijd hebben we de gameverslaving. Van het gokken. Tegelijkertijd spellen. Jongeren die hun kamer niet meer afkomen. Maar ook is dat wel degelijk natuurlijk een podium waarin je allerlei tegenbewegingen ziet. Ik denk natuurlijk, een mooi voorbeeld is Roblox, waarin jongeren eigenlijk heel Venetië gaan nabijden, of Minecraft in een van de twee. Ja. En zo zijn natuurlijk allerlei tegenvoorbeelden ook in die gamewereld. En is het natuurlijk alleen al bijzonder dat je kritiek kan leveren op een verregaande digitalisering, waar je de hele tijd aan Netflixen bent. Ja. Maar tegelijkertijd is de game-industrie de grootste industrie geworden in de mediawereld. En dat laat natuurlijk ook al iets, dat geeft ook al iets te kennen. Ja, we hebben net een overname gehad, hè? Bijna, toch? Ja. Microsoft. In Microsoft, Minecraft is al van Microsoft. Ja. En Roblox ook. Ja. Dat is ook wel heel aardig, de kritiek van Huizinga over die manipulerende rol van de cultuurindustrie. Dat hij bij de gaming zich zo heel duidelijk voordoet. Dat is die games die worden geproduceerd, dat die eigenlijk ook alweer de prikkels in zich dragen van de verslaving aan het gamen. Ja, dat zien we natuurlijk op alle domeinen nu. Hè? Zeker. Dat is echt, dus de, laten we zeggen, de behavioristische of bijna Pavlov-achtige verslavingen die nu worden ingebouwd. Ik denk, als je het dan hebt over speelzin en bijna neurotische speeldrang. Ja. Ja. Je moet ook niet gelijk staan. Die is speeldrift. Speeldrift. Is extreem. Ja. Dat is natuurlijk heel... Ik wil nog één aspect benoemen in deze wat is het, teaser. Naarmate zo'n spelbegrip en dan een bepaalde lezing van de homo ludens als een soort ideaal typisch beeld wordt omarmd, krijgt dat ook een hele normatieve werking in een bepaald domein. En dat zie je nadrukkelijk dus ook in die sport plaatsvinden. Hè, dus verschillende, laten we zeggen, subgroeperingen in de sport claimen de meest zuivere manifestatie te realiseren van de homo ludens. Ja. In Nederland, typisch Nederland, is hiermee als het ware een schisma ontstaan tussen het bewegingsonderwijs, de gymnastiek die onze kinderen op school meekrijgen, versus de sport. De georganiseerde sport noemen we dat in Nederland. Typisch Nederland. En heeft typisch ook weer inderdaad met de zuilen te maken. Ja. Waarbij het bewegingsonderwijs ook claimt het spel in zuivere vorm bij te brengen. En kinderen komen van school af en gaan verder in de sport, meestal niet. En worden daar bedorven. Omdat daar het spel zou ontbreken. Ja. Dus en dat is eigenlijk vanuit zo'n achtergrond. Je ziet een enorm normatieve variant van het spelbegrip. Wat ik ook wel fascinerend vind. We zien natuurlijk de laatste jaren zeker ook de een na de andere rel rond bijvoorbeeld seksueel misbruik of grensoverschrijdend gedrag. Ja. Daar zit iets eigenaardigs in. Want op een bepaald, nogmaals, ik ga verder niet allemaal goed praten, dat doet er even niet toe. Mm. Maar je zou kunnen zeggen, sport is natuurlijk bij uitstek een lichamelijke activiteit. Ja. Met alle spanningen van dien. Met alle misschien ook beperktheden van dien of overfixaties van dien. Mm-hmm. Zeker in een hedendaagse context. Mm-hmm. Waarbij je zegt van maar bij iedere fixatie en optimalisering heb je natuurlijk altijd ook, als je het over transgressie hebt, natuurlijk gewoon tegenbeweging. Zeker. En het lijkt wel alsof we dat totaal pervers vinden. Alsof dat hoort niet bij een mens. Mm-hmm. En een soort onvermogen om daarmee om te gaan. Exact. Ja.
Terwijl het is dat hetzelfde? Zie je dat er... Ja, zeker. Het is inherent aan lichamelijkheid. En in een sportcontext of in een andere context. Dat dit ontremt, exalteert. Mm. Hè? En de grenzen zijn een construct. De grenzen die we hebben opgelegd in de vorm van spelregels. Do's en don'ts. Dat is bij het ontstaan van de moderne sport waren er geen spelregels. Die zijn later bedacht. En straffen zijn later toegevoegd. Ja, bedenken, dat is misschien een woord dat de enige correctie behoeft. In die zin dat die regels die ontwikkelen zich eigenlijk met het spel zelf. Ja. Dat is niet zo dat op een gegeven moment iemand zegt, nou, we moeten nu maar regels gaan bedenken. Dus het spel maakt zijn eigen regels. Spelenderwijs. En een van die regels, en dat is wel mooi dat Huizinga daar ook wel op wijst, is dat je moet uitgaan van de gelijkwaardigheid van tegenstanders. En ook van de gelijkwaardigheid van mensen die het spel beoefenen. Dus waar je het nu over hebt, die hele kwesties die zich nu voordoen, zie je dat die gelijkwaardigheid in het in discrediet komt en het nauw raakt. Maar die heeft juist ook te maken met die enorme druk ook van prestatie professionalisering. Dat is iets waarvan Huizinga dus heel duidelijk zegt van kijk eens, op een gegeven moment gaat dit grenzen raken die problemen met zich, die problematisch kunnen worden. En dat doet zich dus daar heel sterk voor in dit soort gevallen. Ja. Dus dat die drang om sportprestaties te bereiken, die zo groot is, dat je eigenlijk foute dingen gaat... Je zou bijna denken, ik bedoel, in de lijn van Huizinga, en hij refereert eraan ook op verschillende plaatsen, dat je het ontstaan van zo'n spanningsveld zelf eigenlijk weer als spel moet gaan oplossen. Ja. Precies. He, dus een soort carnavaleske omkering, waarin die trainer plotseling een heel andere rol krijgt. He, dat is eigenlijk de manier waarop hij voortdurend... Ja, maar misschien is dat ook wat we aan het doen zijn. En misschien op dit moment. Is dit wel gaande. In welke zin? Nou, kijk, we zien dit nu als een heel juridisch iets en we zien onszelf, zoals je dat misschien ook wel aangeeft, dat het eigenlijk wel misschien een overreactie is of heel streng. Maar we hebben waarschijnlijk onvoldoende afstand om te kunnen zien van, kijk eens, hier zie je inderdaad een beweging aan de gang waarin het spel als het ware zichzelf zuivert op een mistoestand die zich heeft kunnen voordoen. Ja. Dus dat je dit eigenlijk moet verdisconteren of zeg maar inbrengen in het hele spelbegrip. Huizinga, die notie dat het spel ook gebaseerd... Het spel produceert eigenlijk zijn eigen rechtvaardigheid. Dus die morele categorieën die hij ook met die drie puntjes op het omslag van de eerste editie van de Homo Ludens. Ja, Triskelion. Dus een Triskelion met die drie puntjes. Deze niet. Deze die voeten ook, die benen. Ja. Die benen geven duidelijk aan. Kan ik het even in beeld, jongens? Inzoomen gewoon. De motor van de cultuur. En die benen die bewegen. Ja. En daardoor gaat het rad draaien. Die drie puntjes die geven eigenlijk nog eens... staat voor de drie eenheid. Geloof, hoop en liefde. Goed, het schone en het ware. Dus het spel produceert eigenlijk ook zeg maar, die morele categorieën die er zorg voor dragen dat er een soort reiniging plaatsvindt. Het is wel heel Hegeliaans. Dat zou best kunnen, ja. Maar het is natuurlijk, in die zin, is Huizinga, daar begon al mee. Ja. Er zit ook een filosofisch element. Ja. Het is eigenlijk een soort cultuurfilosofie. Zeker. Ik vind dat ook prachtig om ook weer dat spelelement, om het weer op te rekken. We hebben het dan over sport gehad, over gamen, maar ook bijvoorbeeld weer terug de politiek in. En dat ik heb het ook wel eens met jou over gehad. Als je die inrichting van de Tweede Kamer in Nederland kijkt. En dat is voor zeker toen ze naar dat nieuwe gebouw zijn gegaan. Ja, elk spelelement uit is verdwenen. En als je dat nog vergelijkt met Engeland. In ieder geval met het Lagerhuis. En ook die man met het order. Ja. Maar toch, dat betekent dat omdat je dan in dat spel, in dat podium zit. In die tijdruimtelijke afgrenzing. Betekent niet dat het alsof wordt. Want het spel is ook ernst. Maar je gaat dan op een andere manier tot elkaar spreken. Tot elkaar luisteren. Dan zit er iets van...
meer gelijkwaardigheid. Terwijl het alsnog dat agonale en dat wedstrijd als uitgangspunt heeft. Ja. Nou, dat zie je ook. Nou, de Engels zelf natuurlijk bij uitstek, hij noemt het zelf ook. Hè, dat parlementarisme is natuurlijk echt een echt spel. Ja. En misschien dat wij het in de oude Tweede Kamer ook een beetje hadden. Hè, veel meer. Maar wij hebben daar toch echt niet de gevoeligheid voor. Nee. Dat valt me wel vaker op bij de elite. Om dat soort aspecten eigenlijk mee te laten wegen. Ja. Wat zo gek is, dat die hele titel van het boek een soort tegenstelling in zich draagt. De hoofdtitel is De Homo Ludens, spelende mens. Maar hij gaat dan op zoek, zeg maar, naar het spelelement. Ener bepaling van het spelelement der cultuur. Ja, maar daar zit het hem altijd. Want het gaat over het spelelement van de cultuur. Dus de cultuur heeft een spelelement. Maar waar gaat het nu? Waar gaat het boek over? Gaat het boek over de spelende mens? Of gaat het boek over het spelelement van de cultuur? Het zijn verschillende zaken eigenlijk. En van, hè? Niet in de cultuur. Ja. Hè? Maar de cultuur speelt zelf. Kijk, je kan natuurlijk ook zeggen, zoals Aristoteles zegt, de mens is joion logon egon, maar hij is ook joion politikon. Ja. Kortom, logon egon komt tot uitdrukking. Hè? Dus het dier dat reden heeft, komt tot uitdrukking in het feit dat hij gemeenschapswezen is, een politiek wezen. Zo zou je ook kunnen zeggen, ja, de mens is homo ludens. En hoe komt dat tevoorschijn in cultuur? Mm-hmm. Ja. En dan neemt hij ze samen. Ja. Ja. Mensen, we hebben twee volgens mij hele interessante dagen voor de boek. Zeker, mochten mensen nou nog interesse hebben, ze kunnen er toch nog wel aanschuiven. Hè? Zeker. Als ze echt interesse hebben, je moet wel meedoen. Maar dan stuur dan even naar De Nieuwe Wereld een mailtje. Info volgens mij. We zetten het wel even onder in de YouTube. En dan zijn ze zeker van harte welkom. En er worden ook opnames gemaakt. Er worden dus opnames. Ook, dus we gaan ook nog dingen vertonen op het kanaal. Ik wil jullie in ieder geval hartelijk danken. En ik heb er zin in. Het was volgens mij een mooie opmaat naar de komende twee dagen. En ik wil in ieder geval de kijkers ook nog even wijzen op onze eindejaarsactie. Van groot belang. Want we kunnen alleen programma's zoals deze maken dankzij jullie steun. Dankzij de kijkers. En we zijn goed onderweg. We hebben meer dan 400 donateurs inmiddels die ons steunen. Maar we hebben nog wel wat nodig, want vorig jaar zaten we op 3.500. En in totaal 5.000, maar 3.500. Dus we moeten nog even. Ik heb er vertrouwen in dat dat lukt. Hè. Maar ik roep iedereen op om ons te steunen, zodat De Nieuwe Wereld volgend jaar met nog meer mooie programma's voor de dag kan komen. En dat is in deze tijd van drukte en haast, denk ik, maar al te zeer wenselijk. Dus help ons daarmee, steun ons. En wellicht zien we nog een van jullie morgen op vrijdag op het symposium. Dankjewel.